een microfoon. Nou, goed om bij jullie te zijn. En we hebben afgesproken dat ik zonder mondkapje ga praten om jullie toch online ook een fijne, goede ervaring te geven. Ik wil daarbij zeggen, vind ik belangrijk, omdat we in een ziekenhuis zijn in het Brabantse land, vind ik het belangrijk om erbij te zeggen dat ik hem tot nu toe opdoe, hem straks ook weer opdoe. En dat ik mijzelf altijd, als ik op locatie werk, van tevoren test. Dus dat vind ik belangrijk om gezegd te hebben. Maar wel fijn dat jullie in ieder geval online toch een echt gezicht kunnen zien. Ja, het gaat over leiding geven aan verschillende generaties. Inderdaad, lekker even ook iets anders dan corona zo in deze tijd, kan ik me voorstellen. Voor u, jullie die zo ontzettend in die zorg zitten, waarvoor diep respect wil ik ook gezegd hebben. Leiding geven aan verschillende generaties. Dan gaat het eigenlijk, ja, gaat het gewoon over omgaan met verschil. Durf je verschillen te zijn? Durf je die verschillen te benutten? Ze zijn soms lastig, ze zijn taf. Gaan we het ook over hebben dat het soms lastig en taf is. En we gaan ook kijken waar dat ontzettend leuk is. En we hebben tegenwoordig heel erg veel verschillen in ziekenhuizen. Ik zou mezelf voorstellen. Ik ben Danielle Brown. Ik ben corporate antropoloog. Dat is een beroep wat je misschien niet elke dag tegenkomt. Antropologen gaan van oudsher naar verre vreemde volken om daar te kijken hoe mensen samenleven, samenwerken, ziek en gezond worden, geboren worden, doodgaan, geld verdienen, het uitgeven. En corporate antropologen doen hetzelfde, maar dan met organisaties om de hoek. En als je naar dit plaatje kijkt, dan zie je dat bovenste plaatje prachtig, exotisch. Hiervoor gaan we op reis, als dat kan. En lees je mooie boeken of kijk je documentaires. Maar het onderste plaatje is de raad van bestuur van een grote zorginstelling in Nederland. En dan is het toch een beetje zoek te verschillen. We doen met elkaar, en vast jullie in, ziekenhuizen ook, doen we toch hele bijzondere dingen. We hebben bijzondere rituelen. Sommige zijn heel mooi, sommige zijn heel onhandig. Sommige zijn oeroud, sommige bedenk je ter plekke. Nou, daarover vertel ik verhalen, zoals vandaag bij jullie. Geef ik opleidingen en help ik af en toe in organisaties waar het tribaal kantoorgedoe wat uit de klauwen loopt, zeg maar. Nou, gewoonlijk, nu niet. Ik heb al een jaar niet gereisd, helaas. Maar gewoonlijk ben ik zo 3-4 maanden per jaar in het buitenland om daar te leren van verre vreemde volken wat we eigenlijk al weten. Ik geloof namelijk dat we niet zulke veel nieuwe leiderschaps- en managementmodellen nodig hebben. Maar dat we alles al eigenlijk een keer bedacht hebben, ergens op de aarde. En hier ben ik bijvoorbeeld op deze foto's in het Zagrosgebergte in Iran. Prachtig gebied, boven een hele magisch mooie stad Esfahan. Om te leren van nomadenvrouwtjes en tapijthandelaren hoe je goede handelsrelaties onderhoudt. Want waar kan je dat beter leren? Hoe je een goed, vertrouwelijk salesgesprek doet dan op de oude Persische zijderoute van Iran. Nou, ik ga het met jullie ook hebben. Vandaag ga ik het met je hebben over, ja, over generaties. Over hoe werk je nou samen tussen verschillende generaties. En dat vinden wij op dit moment best moeilijk in onze samenleving. En zeker eigenlijk de laatste maanden toch wel getriggerd. Ook door, moeten we het er toch weer even hebben, over corona, hè, door corona. Is eigenlijk de generatiekloof en de solidariteitskloof, ja, is wel onderwerp van gesprek. He, dus richt je nou op jongeren, op ouderen, op kwetsbare mensen, juist op sterke economische groei houden. Ik denk dat dat bij jullie niet anders is. En dat je het om je heen hoort, dat je het van je vrienden hoort, dat de samenleving daarin verschuift, heen en weer walst van dan weer zorg voor kwetsbaren, dan weer zorg voor economie. Dat gaat op en neer. En dat gaat ook altijd over generaties, over belangen en over hoe ben je wel of niet met elkaar in verbinding. Het lijkt, vind ik wel, of corona alle maatschappelijke vraagstukken die er toch al zijn een beetje uitvergroot of onder een schijnwerper plaatst. Dus in die zin weten we denk ik allemaal waar het over gaat. Nou, generatiemanagement of generatieleiderschap, wat is dat dan? Daar wordt best wel veel over gezegd, geschreven. Soms zijn het ook wel mythes, karikaturen. Ik ga die eerst toch maar eens even met je doornemen en dan je wat tools geven om, ja, goed met elkaar te kunnen samenwerken op de werkvloer en in leiderschap. Nou, de vraag is eigenlijk altijd een beetje, als je gaat samenwerken, met welk verschil dan ook, of dat nou generationeel leeftijdsverschil is, of verschil in achtergrond, of in loopbaanpad, of staf, uitvoerend zorgpersoneel.
Je hebt altijd eigenlijk de vraag te stellen, uit welke kano kom je? Waar kom je vandaan? Die kano-vraag is wel een leuke, die komt van de Maori uit Nieuw-Zeeland, oorspronkelijke bewoners. En die hadden van die hele grote meetings zo op een van de eilanden in die oceaan vol met haaien en stormen en best gevaarlijk. En dan kwamen ze in kleine boomstam, kano's kwamen ze aanvaren. En dan gingen ze aan land van het grootste eiland en hadden ze een meeting. En dan was de eerste vraag die ze stelden, uit welke kano kom je? En aan de hand van de kano, van de descents en de patroontjes van de kano, ja, wisten ze dan zeg maar precies wat iemand had meegemaakt, hoe iemand dacht, waarvan iemands familie vandaan kwam. Dus de vraag, sorry, uit welke kano kom jij, is een hele wezenlijke en belangrijke. En die vergeten elkaar soms wel een beetje te stellen. Uit welke kano kom je eigenlijk? Waar kom je vandaan? Nou, er zijn veel indelingen in, zeg maar, generaties die wij nu op de werkvloer hebben. En daar zijn verschillende lijstjes. Ik laat je er een paar zien en nou, kies het lijstje wat jou aanspreekt. Dit is een lijstje wat je wel veel hoort. Wat eigenlijk bijzonder is, is dat we voor het eerst in de geschiedenis, de westerse geschiedenis, hebben we 4, soms 5 generaties tegelijk op de werkvloer. Dat is uniek. Dat komt omdat wij mensen ouder worden, langer werken, soms sneller jonger al instromen in, als stagiair of als student, werkstudent. Dus we hebben heel erg veel verschillende generaties. En de indeling die vaak wordt gemaakt is die tussen babyboomers, dat is zo alles van vlak na de oorlog, wordt nu ook een beetje als scheldwoord gebruikt of als gimmick. En daarmee wordt dan, ja, vooral mensen bedoeld die echt helemaal niks van automatisering weten, die toch in die wederopbouw ja, gewend zijn dat alles heel vlekkeloos gaat, dat ze alles hard werken zo. Dus dat is een beetje, hè, boomer is bij jongeren ook wel een beetje een gimmick, liefkozend scheldwoord geworden. Generatie X zo tussen 55, 56 en 1970, de pragmaten, jaren 70, 80, de screenagers. Zo jaren 80 tot 2000 en generatie I van 2000 tot nu. Dat is een indelingje. Deze vind ik zelf ook altijd heel praktisch en handig. Net even andere jaartallen en wat kenmerken erbij. Babyboomers, waarbij ja, het gaat over status, over functie, titels, over rangen en standen. Werken veel in teams, hè, wordt er als kwaliteit bijgezet. Visionair hebben die wederopbouw gedaan, dus weten goed wat ze willen met hun bedrijf, met hun organisatie, met een ziekenhuis, met de zorg, politiek geïnteresseerd op de lange lijnen. En weten ook voor hun eigen leven goed wat ze wilden. Dus hebben dat vaak uitgestippeld, zo carrière, kindertjes en nou ja, nu vakantiehuisje, Frankrijk, zo een beetje dat, pensioenopbouw. Dus daar een soort van plan voor. Generatie X is in dit rijtje zo van 60 tot 80 jaren. Gaat erg over persoonlijke ontwikkeling, over jezelf goed voelen. Bruggenbouwers tussen mensen, erg bezig altijd met psychologie, met processen, met kwaliteit van werken en zorg. Precies, zijn nauwkeurige mensen. Vaak diepe goede gesprekken zo in de kroeg. Dan heb je, dat is mijn generatie trouwens, zo net onder die babyboomers. Generatie I. Concreet resultaat. Buffelen, niet zeuren, niet zoveel dromen. Gewoon lekker doen. Team spirit, innovatief. Een beetje de start-ups die nu succesvol zijn. Zo tussen 1980, 1995, 2000. En waar nu steeds meer belangstelling voor komt. Generatie Z, die langzaam maar zeker volwassen aan het worden is. Zo rond jaren 95, 2000. Dus die maken nu hun eerste entree op de arbeidsmarkt. En ja, dat is eigenlijk een generatie waarin we nu veel mensen over klagen of het moeilijk hebben op de werkvloer. Omdat ze zeggen, ja, ze zijn eigenlijk niet meer te motiveren met oude dingen als status, functies, opleidingen, salarissen. Vinden ze niet meer zo interessant. Ze snappen dat dat misschien toch maar tijdelijk is. Ze maken nu deze coronacrisis mee in hun jonge jaren. Klimaatuitdagingen, politieke strubbelingen. En zien eigenlijk dat ja, er niet zo'n zekerheid te halen is. Dus zijn daar ook niet meer zo mee te motiveren. Dus de belofte van vaste banen en goede arbeidsvoorwaarden zoals een beetje worst zijn. Ze willen ook in het hier en nu leven en vinden vaak ideologie, purpose, goed doen, kunnen bijdragen eigenlijk veel belangrijker dan maatschappelijke status. En waarschijnlijk de eerste generatie met een beetje generatie-ei erbij
die het economisch grote kans minder goed zal doen dan hun ouders. Waar eigenlijk de generaties ervoor altijd mensen het beter zijn gaan doen dan hun ouders, economisch gezien, zijn dit de generatie waarbij dat waarschijnlijk niet zo is. En die niet meer snel in hun eentje, als je niet een partner hebt, bijvoorbeeld een huis kunnen kopen van een zorgsalaris. Hè. Dus dat maakt dat ze anders gemotiveerd, anders gedreven worden. We leiden nu mensen op, de mensen die jullie op de werkvloer hebben, of dat nou in staffuncties is of in zorgfuncties, leiden we steeds vaker mensen op voor een beroep wat ze niet gaan doen. Ik was laatst bij een ROC en daar was een jongen die studeerde voor automonteur. En toen vroeg ik, wat leuk, hou je dan zelf van auto's? En in welke deel van de autotechniek zie je zelf dan gaan werken? Zei hij, ja, maar ik ga helemaal niks met auto's doen. Ik wil gewoon een diploma hebben. Nou, dat is wat je steeds vaker ziet. Dat het niet zeker is, ook omdat er zoveel nieuwe beroepen komen, dat het beroep waarvoor je een opleiding volgt, is voor zeker voor generatie Z en voor een beetje generatie X, is niet, of Y, is niet meer altijd een lineaire lijn. Dat de opleiding die je doet ook leidt tot het werk wat je gaat doen. En dat is ook voor medicijnstudenten, artsen en verpleegkundigen absoluut een feit. Nou, dit is nog een iets simpeler plaatje waarbij ik vooral de outfits leuk vind. Hè? Dus dit is even de hele grote lijnen snel thuis. Babyboomers, generatie X en generatie Y. Zo. En dat zijn eigenlijk wel de grootste verschillen waar je zeg maar, als je het hebt over generatiekloof of samenwerkingsvraagstukken, leiderschapsvraagstukken, ja, zijn dit wel een beetje de grote indelingen. Zo, alles van alles wat best oud is en nog aan die maatschappelijke status hangt. Alles wat er tussendoor is, lekker praktisch. En ook wel houdt van goede gesprekken en vrije tijd. En die generatie Y met Z erachter, die echt meer voor zingeving ideologie gaat. Nou, als we zo even lekker in die karikaturen hebben gepraat, uit welke kano kom jij? Ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je nou zorgen dat je die verschillen die er zijn, dat je die goed gaat benutten? Dare to be different. Dus dat het leuk wordt om met verschillende generaties samen te werken. Want ik denk dat we allemaal wel kennen, ja, toch de vraagstukken, de soms elkaar niet begrijpen, niet weten op welke knop je moet drukken als je wat ouder bent om een jong iemand te motiveren. Als je jong bent, soms zuchten over het gebrek aan snelheid, technische interesse, maatschappelijke betrokkenheid, zorgen over de toekomst die je als jongere generatie Y, Z kan hebben over je oudere collega's of leidinggevenden. Dat zijn een beetje de problemen die we ervaren. Dus ik wil maar even beginnen met erkennen dat, ja, weet je, samenwerken in just such. Weet je, als je kijkt naar dit filmpje, dan is het, alleen ga je gewoon sneller. Of de mensen met wie je in je eigen kano zit, zeg maar. Nou, dat vastgesteld hebben, hè, dat ene ratje die er dan ook onder gaat zitten. Hè, dat je denkt, oh, dan heb je weer zo'n langzame, zo'n oudje uit je team. Of zo'n jonkie die niks wil en die weer niet op tijd is. Hè. Dus in samenwerken, zeker als je dat met verschillende generaties doet, heb je altijd wel iemand die voor jouw gevoel het team of jouw werk of de samenwerking of een operatie vertraagt. Hè. Dat is vervelend. Nou, wat mensen, hè, dus op zich, ondanks dat we in teams werken en zeker in de zorg werk je natuurlijk altijd in teams, maar heel weinig solistisch, behalve misschien zo de één op één momenten in de spreekkamer. Ja, eigenlijk is het altijd zo dat we moeten erkennen dat samenwerken best lastig is. Mensen bouwen muurtjes, dus het liefst werken wij eigenlijk samen met mensen die op ons lijken. Dan kan je zeggen, nee, ik ben heel erg van diversiteit. Ja, dat kan je ideologisch zijn, maar onze hersenen doen iets anders. We weten van ons brein dat zodra er iemand binnenkomt die niet heel erg op jou lijkt, dat er minder compassiebeweging in ons brein is. Kan je natuurlijk gewoon meten met neurologisch onderzoek, dan als er iemand binnenkomt die op jou lijkt. Dus de neiging om je in te leven, te verplaatsen, te connecten met iemand die op jou lijkt, of dat nou huidskleur, kapsel, kleding, opleiding, dialect, accent, religie, of dus generatie, gender, seks is, ja, je gaat gewoon meer aan bij mensen die op je lijken. Dus als iemand niet op je lijkt, wat je dan eigenlijk moet doen, is dat je dat brein, dat compassiegebied in het brein, moet je een soort quick start geven.
Er zijn mooie experimenten gedaan dat in pestgedrag voor kinderen die anders zijn op scholen, is eigenlijk de enige vraag die helpt, is als een juf zegt, stel je voor, er komt een kindje uit Afghanistan de klas in, spreekt geen Nederlands. En dan zit iedereen dat kindje een beetje aan te kijken van dat een raar kindje. En als de juf dan zegt, goh, dit is Fatima, ze komt uit Afghanistan. En ze kan eigenlijk geen Nederlands. En hoe zou het zijn als jij met andere kindjes was en je kon niemand verstaan? Hoe zou je dan voelen? Wat die juf op dat moment doet, is dat ze eigenlijk je compassie neurologisch gebied activeert. En eigenlijk een soort extra duwtje geeft om aan te zetten. Dus zodra je gaat samenwerken met iemand die niet op je lijkt, moet je eigenlijk een quick start geven. Want mensen bouwen van zichzelf muren. We zien dat. Het is een fantastisch antropoloogvoer. We zien dat natuurlijk overal op de wereld. De mooiste muur ter wereld is, vind ik, de Chinese muur. 3000 kilometer waar een volk heeft gezegd, ik bouw een muur om mijn eigen volk, mijn eigen gedachtegoed heen. Want ik wil niet dat mensen die een ander gedachtegoed hebben, een ander volk zijn, binnenkomen. Dat is niet uniek voor de Chinezen. Dat doet de VS met Mexico. Dat hebben we in Berlijn gedaan. Dat hebben Nederlanders gedaan met stadsmuren, met ophaalbruggen en poorten erin. Overal ter wereld bouwen mensen muren. Dus je wilt je eigen gedachtegoed, je eigen manier van werken, je eigen ideologie, je eigen politieke kleur, je eigen economisch belang, dat stellen we veilig door muren te bouwen. Mensen bouwen muren. Nou, wat wil je dan dat er in zo'n muur eigenlijk gebeurt? Wat je eigenlijk wil, is dat er in jouw eigen tribe, volk, generatie, groepje, dat het daar makkelijk is. Dat je dezelfde cultuur hebt, dus dat compassiebrein lekker aan kan met mensen die op jou lijken. Dat is onze natuurlijke neiging. Gaan we zo kijken hoe je daar uit kan stappen. Want dat is natuurlijk wat je wil doen om gebruik te maken van al die leuke, creatieve verschillen ook op de werkvloer. Nou, dan ga ik je een beetje mee op reis nemen en een beetje onderdompelen in mijn antropologische manier van kijken. Dan gaat het eigenlijk over de vraag, wat is dan cultuur? Wat bouwen mensen dan in een groepje? In dit geval een generationeel groepje, maar dat kan ook een culturele achtergrondgroepje zijn. Of artsen versus verpleegkundigen versus ondersteunende diensten. Wat bouw je nou in zo'n groepje met elkaar? Waarvan je zegt, oh ja, daarmee zijn wij anders dan de rest. Dus wat onderscheidt nou een babyboomer van die praktische generatie of generatie X van generatie Z? Hè? Dus waar maak je dan muurtjes? Als je meereist naar het wezen van cultuur, antropologen zeggen altijd, cultuur dat is het ding tussen mensen. En er is een antropoloog, Batens, trouwens ook de grondlegger van het systemisch werken, mensen die meer psychologische opgeleid zijn of achtergrond hebben in leiderschap. Bateson die zei, als je hand opsteekt, wat zie je dan? En dan zei hij, nou, de meeste mensen zien dan 5 vingers. Maar antropologen zien de ruimte tussen de vingers in. Daar woont cultuur. Cultuur zit tussen de vingers in. Dus het gaat over de ruimte tussen mensen in. De interrelationele ruimte. Dus de white spaces, of de bruine, roze, groene, gele, oranje in, die maken dat mensen met elkaar eigenlijk onzichtbare lijntjes vormen. En dan is de vraag altijd, waarom hebben we cultuur? Waarom bouwen we zoiets? Dieren hebben het niet. Voor zover we weten zijn de meningen wat over verdeeld. Maar we denken dat dieren niet cultuur hebben zoals mensen. En waarom hebben we zoiets? Nou, antropologen zeggen cultuur heeft eigenlijk een enorme grote functionele waarde. Het is bedoeld om chaos om te zetten in orde. Om het leven van alle dag makkelijker te maken. Zodat wij als mensen breincapaciteit overhouden om slimme dingetjes te doen. En dat doen we eigenlijk door de wereld steeds maar onder te verdelen in gek en normaal. In dit is ziek, dit is gezond. Dit is een schoon ziekenhuis, dit is een vies ziekenhuis. Nu in coronatijd een belangrijk onderscheid geworden. Dit is collegiaal gedrag, dit is oncollegiaal gedrag. Dit is vriendelijke patiëntenzorg, dit is onvriendelijke patiëntenzorg. Dit is bureaucratie, dat is gewoon een goede diagnose stellen. Dus we maken eigenlijk binaire opposities in ons hoofd. Zo ordenen wij onze werkelijkheid. En dat doen we omdat het is eigenlijk een wonder dat wij heel goed kunnen samenleven met elkaar. Als je dit plaatje ziet zo, pre-corona, is nu een beetje eng om te zien, New York op een drukke dag.
Doen ze trouwens nog steeds hele spannende dingetjes met grote groepen mensen in de Verenigde Staten. Maar als je hier naar kijkt, naar dit plaatje, of je kijkt naar een druk ziekenhuis waar ik net zo rondliep. Bij jullie zo op de gang, op een verpleegafdeling of in een ondersteunende dienst. Dan is het eigenlijk een wonder dat het goed gaat. Dat dit allemaal door elkaar loopt en werkt. En dat het redelijk goed gaat. Het gaat wel eens mis, hè? Dan slaan mensen elkaar tot moes of bestormen ze een kapitool zo. Maar meestal gaat het goed. En dat is eigenlijk best uitzonderlijk. Dat komt omdat wij cultuur hebben. Cultuur ordent ons gedrag. Het maakt dat we over heel veel dingetjes op een dag niet hoeven nadenken. Je hebt misschien bijvoorbeeld, hè, je hebt al duizenden beslissingen per dag genomen. Je hebt vanochtend bedacht of je voordat je naar deze webinar kwam, of je eerst nog ging werken of niet. Of je dat op locatie ging doen of vanuit huis. Je hebt waarschijnlijk bedacht of je wel of niet je mail checkt. Je hebt bedacht of je dit webinar nu alleen zit te volgen of met één of twee collega's op locatie. Je hebt bedacht of je nu eet bij je webinar of niet. Of je camera aan of uitzet. Dus je hebt een heleboel dingen heb je over nagedacht. Maar ik durf er iets om te verwedden dat je over een heleboel zaken niet hebt nagedacht. Je hebt vast niet nagedacht toen je naar dit webinar kwam, of als je een keer live op locatie in een van de ziekenhuizen komt, toen heb je vast niet bedacht of je kleren aan gaat doen. Waarschijnlijk wel wat je aan gaat doen, of je in je uniform gaat werken, of dat je in burgerkleding gaat, of je er netjes uitziet of een beetje informeel. Maar je hebt waarschijnlijk niet bedacht, doe ik kleren aan? Dan werd het een hele andere dag op je werk of hier zo achter de webcam. Je weet dat gewoon. Nou, daar zit cultuur. Cultuur zit daar. Sommige dingen hoef je niet meer over na te denken. Je weet hoe je een bepaalde medische handeling doet. Je weet hoe je een patiënt die in de war is of geschrokken is van een naar bericht, hoe je die opvangt. Je weet hoe je een collega een dossier overdraagt. Je weet hoe je als ondersteunende dienst het inkoopformulier op invult. Dat weet je gewoon. Nou, daar zit cultuur. Dat maakt dat je over een heleboel dingen op een dag niet na hoeft te denken. En dat je daardoor als mensen, als wij als mensheid, breincapaciteit overhoudt voor slimme dingetjes. Zoals naar de maan vliegen, of fantastische medische uitvindingen doen, of smartphones ontwikkelen. Dus dat maakt dat wij zo'n vooraanstaande plek op onze aardbol hebben ten opzichte van andere dieren. Of we daar vervolgens verstandige dingen mee doen, is een tweede. Maar dat hebben we wel. En dat komt doordat wij cultuur hebben. Dat betekent ook dat als iemand anders jouw cultuur in de war gooit en iets heel anders gaat doen, dat je mensen eigenlijk in neurologische chaos stort. Dat klinkt heftig, maar dat is wel wat er gebeurt. Wij zijn nu door corona zijn we en masse in neurologische chaos gestort. We mochten opeens geen handen meer geven, we moeten opeens anders verhouden tot de dood. Eerst gingen we heel erg blij zijn met zorgmedewerkers en nu zegt de samenleving, ja, maar die zorgmedewerkers zeggen dat we niet naar buiten mogen. Zijn we niet meer blij met zorgmedewerkers. En je ziet dat mensen daarvan in neurologische chaos raken. En dan gaan ze hele gekke dingen doen. Dan gaan ze teststraat in de fik steken. Of ziekenhuizen aanvallen. Of opeens hele grote feesten organiseren terwijl dat niet verstandig is. Dus op het moment dat je culturele ordening niet meer werkt, dan ja, werken die binaire opposities niet meer. Ga je gekke dingen doen. En daar word je heel moe van. Dus veel mensen zijn corona moe. Niet alleen door werken achter schermpjes, niet alleen door heel hard werken in de zorg, maar ook omdat je cultureel continu moet bijschaven en herordenen. Nou, dat is eigenlijk niet anders. Kom ik weer terug bij die generaties, hè? Zo'n uitstapje gemaakt. Dat is eigenlijk niet anders dan als je met verschillende generaties werkt. Wat je eigenlijk tegenkomt, is dat je soms denkt, oh leuk, daar kan ik goed mee werken. We hebben bijvoorbeeld alle twee een verpleegkundige opleiding, dus we snappen ongeveer wat je aan een bed moet doen. We begrijpen patiëntenzorg, we snappen de mores en de ethiek van de zorg. Maar dan opeens, dan is er een casus of dan is het 5 uur en dan denk je, hey, die boomer die wil iets, die doet iets anders dan die generatie Z medewerker. We hebben blijkbaar andere hokjes in ons hoofd, we hebben andere binaire opposities. En ik wil je eigenlijk even challengen, even testen met de vraag hoe diep die eigenlijk zitten. Want het gaat niet over een beetje van we willen andere arbeidsvoorwaarden of andere werktijden. Dat is te makkelijk, dat is ook een punt. Maar dat is te makkelijk. Wordt vaak gezegd, ja, ach, die jonge mensen die gaan helemaal niet meer voor zekerheid. En die hebben geen arbeidsethos. Of die boomers die kunnen niks met computers. Ja, misschien wel een beetje waar, zo die karikaturen. Maar het is ook te makkelijk. Het gaat echt om veel fundamentelere, dieperliggende
ja, sets van overtuigingen. Ik wil even een leuk spelletje met je doen. Ik laat je een filmpje zien. En dan, ja, dan ga ik aan je vragen, ja, wat vind jij een drukke trein? En dan zou het zo kunnen zijn dat je daar een ander idee pre-corona over had dan nu. Dat je een ander idee hebt over druk. Of dat als je nu door een ziekenhuisgang loopt, dat je denkt, oh, het is vandaag druk. Terwijl je dat vroeger misschien een hele normale dag vond zo. Is dit een drukke trein of niet? En bedenk dan even je eigen druk. En dan ga ik hem even challengen. Want alles wat je nu hebt bedacht, of dat nou een beetje druk is of heel erg druk. Alles wat je nu hebt bedacht, is niet druk. Dit is namelijk een drukke trein. Komt ie. Nou, zo even wat aan je brein vrummelen. Dit is een drukke trein. En ik denk te kunnen zeggen dat alles wat je ervoor had voorgesteld, dat dat minder druk was. Metro in Japan. Nu is het anders geordend met dranghekjes en zo. En zeker in coronatijd ziet het er niet zo uit hoor, don't you worry. Maar zo zag het er wel uit. En ja, dat is pas druk. Nou, nog even doorgaan met een beetje die mind stretchen om echt te snappen waar overtuigingen zitten. Hoe diep die geworteld zijn. Als je dit plaatje ziet, is dat dan gek of normaal? Nou, waarschijnlijk zijn zeker de mensen die interesse hebben in deze workshop zeggen, nou ja, dat is, hangt van je cultuur af, hè? Het is een beetje cultuurrelativistisch, zo, antropoloog. Dus een beetje open-minded. Zeg je, nou, en daar is dit normaal, hè? Lip bleed, zo in een deel van Afrika. Maar als dit nou je nieuwe collega is, die wordt voorgesteld, ja, dan is het toch een beetje gek, toch? Wel ook zo, hè? Dat je toch zegt, oh ja, hoe moet dat dan met als we thee gaan drinken of cake gaan eten? En toch is het altijd interessant, hè, dat wat is gek, wat is normaal, is altijd contextafhankelijk. Want, nou ja, dit, het is niet mijn zoon, maar had het kunnen zijn, tijd geleden, is inmiddels wat ouder, liep je er zo bij, liepen we door Afrika en vonden mensen niet normaal. Weet je, zo aan die beugel zitten, wat heeft hij dan? Zei, nou, het is om zijn tanden recht te zetten. Ging ze eens in die mond kijken, zei, die staan toch recht, je liegt. Ja, dat is ook weer zo. He, dus, nou ja, gek en normaal is altijd context, cultuur, tijd, generatie afhankelijk. En als je naar deze kijkt, om nog even wat meer aan je overtuigingen zo te vrummelen. Misschien weet je wat dit is. Dit is een feeskini. Dat doen vrouwen in China op, omdat ze hun gezicht blank wit willen houden. Vinden ze mooier dan bruin. En dat beschermt tegen de zon. En nou ja, een bijkomend voordeel is dat je lekker anoniem naar het strand kan. Dan hoef je ook niet af te vallen en zo. Als je zegt, wat is normaal, hè? Feeskini, bikini, boerkini. Nou, dat is de vraag, wat is normaal? Ik liet dit plaatje zien aan mijn zoon en zijn vrienden van 20. En toen zei ik, wat is normaal? En toen was het zeer verheffende antwoord, ja, de. En overal en altijd waar mensen ja, de zeggen, dan weet je dat je te maken hebt met een culturele basisaanname. Met een culturele overtuiging.
En als je deze drie plaatjes ziet, wat wel mind stretching is, is dat je waarschijnlijk heb je een soort voorkeur. Dat je zegt, oh, dit vind ik het normaalste, of het fijnste, of het leukste. Maar als je puur technisch, puur cognitief kijkt, dan zijn het eigenlijk drie, ja, je zou kunnen zeggen, culturele antwoorden op de universele vraag, ik ga zwemmen, wat doe ik aan? He, dus doe ik dan een face bikini omdat ik mijn gezicht blank wil houden? Doe ik een bikini aan met zo'n heel klein stukje stof en de rest bloot? Of doe ik alles bedekken en mijn haar ook? Dat zijn drie dezelfde, of drie verschillende antwoorden op dezelfde culturele vraag. Wat doe ik met mijn lijf? We overal andere antwoorden op. Wat eigenlijk heel bijzonder is, is wat wij doen als mensheid. Dat vervolgens het antwoord van de andere groep, van de andere tribe, het andere volkje, dorpje, generatie, ons niet bevalt. En we daar elkaar de hersenen over inslaan, oorlogen voeren of in het geval van de burkini die van je hoofd aftrekken op een Frans strand. Omdat we eigenlijk zeggen, jouw culturele antwoord op die vraag, ik ga zwemmen, wat doe ik aan, vind ik minder leuk dan mijn eigen. En natuurlijk zitten achter al deze kledingsuitingen, wat het gewoon zijn, het zijn maar kledingsuitingen, het is natuurlijk een heel cultureel verhaal. Wat gaat over bloot of niet, over man-vrouw verhoudingen, over religie, over schoonheid, over armoede. Dat is natuurlijk waar het over gaat. Dus je hebt hele grote sets van overtuigingen, soms achter die wel of niet leaseauto van een generatie of wel of niet om 5 uur naar huis gaan. Daar zitten soms hele enorme basisassumpties achter. Op het moment dat je met verschillende generaties gaat samenwerken, heb je eigenlijk dit soort clashes. Dus je hebt cultuurclashes op overtuigingen die zich uiten in concreet gedrag. Maar je voelt dat er meer verschil onder zit. En dat kan dan leuk zijn, nieuwsgierig maken, maar het kan ook irriteren. We hebben allemaal, al ben je nog zo open-minded, ik vind het heel leuk om samen te werken met jonge mensen. Of ik vind juist ook heel veel kan leren van die oude prof. Zo, hè? Toch hebben we allemaal ons grens in wat we gek en normaal vinden. Dus ik wil even je een plaatje laten zien waarvan ik bijna zeker weet dat, voor het gros, 100% durf ik bijna wel te zeggen van jullie, dat daar toch wel die een beetje mind stretching is. En dat is dit plaatje wat je hier ziet. Het zijn een mevrouw en een meneer. En die zijn, wij kennen zoiets als transgenders in Nederland. Vinden de meeste mensen oké of normaal. Of in ieder geval iets waarover je in dialoog kunt gaan. Maar in de Verenigde Staten is transspecies is nu een geaccepteerd, door een kleine groep mensen, geaccepteerd fenomeen aan het worden. Het wordt in ieder geval vergoed door sommige zorgverzekeraars. Dus deze mevrouw wil liever een poes zijn. En deze meneer wil liever een papegaai zijn. En hun plastische operaties worden vergoed. Dus die meneer heeft papegaai-implantaten gekregen, die mevrouw heeft snorharen gekregen en sinds kort ook een staart. En het wordt dus als realistisch ziektebeeld gezien, wat vergoed wordt door de zorgverzekering. Nou, ik kan me zo voorstellen dat de meeste van jullie, ik ook, toch wel even moesten denken, oh jeetje, ja, dit zit anders in mijn set van overtuigingen. Hier moet ik wel even aan wennen. Nou, een andere, echt ideeën over zorg en over healthcare. En dat is wel het spannende, vind ik, antropologisch gezien in coronatijd, naast alles wat er verschrikkelijk aan is. Is wel interessant dat onze ideeën over ziek en gezond, over dood en leven, over kwetsbaar of onkwetsbaar, over wie moet je behandelen of niet, dat die eigenlijk steeds worden gechallenged en worden bevraagd. En dat we daar maatschappelijke discussies over hebben, soms rustig gevoerd en soms met veel emotie gevoerd. En er is niet één gezondheidsideaal of één zorgideaal. En die kom je ook tussen generaties nu steeds meer tegen. En dit is een heel groot verschil als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil tussen healthcare, denken over zorg en zorgfinanciering, tussen het Westen en bijvoorbeeld het platteland van China. Wat je hier ziet is een Chinese arts / apotheker, dat gaat daar een beetje samen. En niet in de grote steden in China op dit moment, hoor, absoluut niet. Maar op het platteland van China hebben mensen een werkelijk echt ander idee over zorgfinanciering en zorgen. En het andere idee is, wat wij eigenlijk doen, wij financieren ziekte. Als je ziek bent, dan ga je naar de dokter, en als het ergens naar een ziekenhuis. En dan word je beter gemaakt, dan krijg je een factuur. Of als je niet beter gemaakt kan worden, dan wordt je lijden verlicht en je geholpen in menswaardig sterven. En dan krijg je een factuur. Dus wij financieren ziekte.
In China financier je gezondheid. Hoe het gezondheidssysteem daar werkt, is dat je lid bent. Je hebt een soort abonnement op je huisarts. En die zorgt met allerlei kruiden en pillen en preventieadvies, die zorgt dat jij gezond blijft. En op het moment dat je ziek bent, hoef je niet te betalen. Dan gaat die dokter jou weer beter maken, zodat je weer gaat betalen. Je betaalt namelijk voor gezondheid en niet voor ziekte. Heel interessant verschijnsel. En wat zou er gebeuren als wij dat in Nederland zo zouden invoeren? Zouden we waarschijnlijk een heel ander idee hebben over cure en care en preventieve gezondheidszorg. Hè? Dat is een interessante, echt andere overtuiging. Op dat niveau zitten overtuigingen op het moment dat je tussen verschillende generaties gaat samenwerken. Werkelijk fundamenteel, veel verder dan gedrag. En je hebt dus altijd, als je gaat samenwerken, over grenzen heen, over muurtjes heen, heb je altijd te maken met je eigen neushoornhoorn. En ik vind dit een prachtig plaatje wat eigenlijk anders samenvat op het moment dat jij aan het bed staat of een overleg hebt of een opleiding moet regelen met iemand uit een andere generatie. Ja, je bekijkt de wereld altijd door je eigen schaduw. Je hebt op elke foto die je van de werkelijkheid maakt, in elke dialoog, heb je als neushoorn je eigen hoorntje staan. Die neem je altijd mee. En het is goed om je daarvan bewust te zijn. Van, ah ja, ik vind echt dingen anders. Ik heb echt een ander idee over de balans werk en privé bijvoorbeeld dan iemand van een andere generatie. Het zit echt anders in elkaar. Ik heb echt een ander idee over de rol van automatisering. Ik heb echt een ander, fundamenteel ander idee over of een beeldbelgesprek met een patiënt even goed is als een live gesprek of niet. Dus het gaat over je diepste overtuigingen die anders zijn dan ja, je oppervlakkige gedrag. Het gaat echt over je totems. Over waar je voor staat, waar je van bent. En dat heeft alles te maken met die tijd waarin je bent opgegroeid. Als jij net na oorlogsboomer bent opgegroeid in wederopbouw en het adagium van hard werken kan jou helpen om een maatschappelijke positie te bereiken, waardoor je ook ja, een mooi gezin kan maken en een mooie auto en dat vakantiehuis in Frankrijk. En dat is echt anders dan dat je nu opgroeit met de onzekerheid van klimaatstrubbelingen en corona nu. En het idee dat de wereld zo snel verandert dat je opleiding nu helemaal geen garantie is op een mooie toekomst. Werkelijk een ander adagium. Je hebt dus andere totems, zou je kunnen zeggen. Ja, dat moet dan met elkaar samenwerken. Dan heb je die ene totem en die andere en moet je samenwerken. En dat is best lastig. En dan is de uitdaging of het je lukt om 1 en 1 is 3 te doen. En zoals we nieuwe totems nu hebben in coronatijd, echt anders moeten denken over de zorg. Ja, gaat het ook over, kan je nou met elkaar totems bouwen, totemgesprekken hebben, waardoor je dat verschil positief gaat ja, benaderen, zeg maar. Waardoor het leuk wordt om met verschillende generaties samen te werken. Wat ik je voor straks, dan neem ik een slokje water, wat ik je voor straks wil meegeven in de werkgroepen voor de mensen van het Catharina ziekenhuis. En als je dit later kijkt of van een ander Santillon ziekenhuis meedoet, kan je dat natuurlijk ook doen. Hè? Dit is natuurlijk heel leuk om gesprekken met collega's over te hebben, online, offline, of zelf over na te denken. Dus de vraag is, en zeker is het leuk om dit met een groepje, met mensen met verschillende generaties te doen. Goh, welke ismes, dus welke vaststaande overtuigingen, welke neushoornhoorns heb jij nou zelf? Dus welke overtuigingen heb jij waarvan je zegt, oh ja, daar ben ik me helemaal niet zo bewust van. Maar als ik inderdaad samenwerk met nou ja, een jonger iemand, een oude iemand, dan merk ik inderdaad dat ik een paar vaste overtuigingen heb over zo gaan wij om met tijd, zo gaan wij om met techniek, zo gaan we om met vrije dagen, zo gaan we om met u of jij zeggen tegen een patiënt. Dan merk ik dat ik daar werkelijk andere ismes op heb. Een echt andere neushoornhoorn. En wissel die eens uit. Dat leidt meestal tot de mooiste gesprekken. En als je straks met de leidinggevende in gesprek gaat, zo met elkaar, wissel eens uit, hoe doe je dat op de werkvloer? Heb je het erover? Durf je mensen aan te spreken? Als je zelf jong bent, hè, voor de young professionals hier. Als je zelf jong bent, durf je dan een oude iemand aan te spreken en zeggen, hey, volgens mij hebben we een aantal echt fundamenteel verschillende waarden. Zullen we die gewoon eens uitwisselen bij een kop thee? Zo. En dat kan vaak tot heel veel moois leiden. Nou, leiding geven aan generaties zijn we mee bezig. Hoe doe je dat dan? Benutten van verschil, leuk vinden, naast dat het soms sucks, het leuk vinden. We hebben net gezegd, hè, mensen bouwen muurtjes, dus het is moeilijk.
Ik wil toch nu naar die positieve kant. Want wat zoals altijd nog steeds zo is, is dat wij cultuur leren van elkaar. Cultuur wordt van generatie op generatie overgedragen. En wat goed is om je te beseffen, is dat wij mensen veel meer van elkaar kopiëren in gedrag dan dat we zeg maar van beleidsdocumenten of PowerPoint-presentaties of visiestatements leren. Dus je kunt opschrijven wat je wil, hoe je moet werken, of hoe je patiënten moet bejegenen, of hoe je met financiering om moet gaan, of met het meubilair, of wel of niet thuiswerken. Daar kan je over opschrijven wat je wil. Daar kan je prachtige teamplannen over hebben, of visiedocumenten van het hele ziekenhuis. Uiteindelijk telt alleen wat je ziet, wat mensen doen. En dat komt omdat, heel simpel, wij mensen hebben spiegelneuronen. En spiegelneuronen zijn die dingetjes in je hoofd, in je brein, die maken dat je mensen kopieert. Mensen zijn anders dan bijvoorbeeld vogeltjes de eerste 11, 12, 13 jaar nog niet klaar om zelfstandig te leven. We hebben onze ouders nodig. En we kopiëren ouders en verzorgers, die kopiëren we. Wij zijn wandelende kopieerapparaatjes. En spiegelneuronen zijn die dingetjes dat als je een babytje vasthoudt, je steekt je tong uit dat hij dat dan ook doet. En dat ze zeggen, oh wat schattig. En wat bijzonder is, je zou kunnen denken, nou ja, als je dan een jaar of 18 bent, dan sterven die dingen misschien af, hè? Dat je ze niet meer nodig hebt. En dat is niet zo. Die spiegelneuronen blijven levenslang actief. Wij blijven levenslang, tot op hoge leeftijd, blijven we opkijken tussen mensen met een maatschappelijk hogere positie, leidinggevende. Dus wij kopiëren. En daarom is voorbeeldgedrag zo ontzettend belangrijk. En dan ga ik nu vooral de oudere leidinggevende onder jullie aanspreken. Het maakt echt uit wat je doet. Wat je laat zien aan die jongere generatie. En als je zelf jong bent en je geeft leiding aan ouderen, ja, is dat dus ook best ingewikkeld, omdat je dan verschillende kopieerpatronen door elkaar heen hebt lopen. Ik ga je een filmpje laten zien. Want dit meisje kan als geen ander illustreren wat spiegelneuronen zijn. Komt-ie. Ja, heerlijk in natuurlijk, direct door naar de theaterschool. Nou, daar zitten spiegelneuronen. En ja, dat maakt dat jouw voorbeeldgedrag heel belangrijk is als leidinggevende, als leider. Dus datgene wat je doet is zoveel belangrijker dan wat je zegt. En nog veel belangrijker dan wat je in een visiedocument op papier zet. En nu ga ik even een beetje een generatie net after babyboomer, zo die pragmatist maken, 52 jaar. Ja, wat ik wel mis op dit moment is mensen van mijn leeftijd en iets ervoor, die echt gedreven zijn om jonge mensen werkelijk onder de hoede te nemen. In mijn tijd, zo uit de oude doos, toen ik jong was, waren er meer mensen die bereid waren om... Ik heb echt leraren gehad, echt rolmodellen, echt mensen die ik, als ik ooit in het laatste van mijn dagen ben, die voorbij komen van ik zeg, oh, die hebben mij gevormd. En dat vormen is een beetje moeilijk geworden. En dat heeft twee redenen. Aan de ene kant zijn die, zeker die generatie Y en Z, die zijn eigenwijs. We zeggen ook wel de millennials. Die zijn eigenwijs, omdat zij zijn opgegroeid met heel veel automatisering, technologie, andere wereldproblemen, waarvan ze eigenlijk zeggen, ja, die vorige generatie die kan daar niks mee. Die snapt het niet, die weet het niet, die zijn zich helemaal niet bewust van klimaatcrisissen. Die weten echt niet wat ze met social media moeten spreken, een hele andere taal. Dus die kunnen mij niks leren. Dat is natuurlijk niet waar.
Want er is nog heel veel meer dan dat. Dus die jongere generaties zijn soms moeilijk leerbaar. Andersom is die oudere generatie soms daarin een beetje onzeker. Heeft het een paar keer geprobeerd, geeft het snel op. Is soms ook wat luiig erin. En dan niet lui in de zin van tijdbesef, maar lui in de zin van het relationeel blijven proberen. En dan zie je dat eigenlijk die oude mentorschap, sponsorship, dat minder sterk is dan 20, 30 jaar geleden. En dat vind ik zelf heel jammer. Dus ik zou hier echt een pleidooi willen doen aan jullie. Of je nou oud of jong bent als leidinggevende. Om echt weer mentor of sponsor te zijn en er een te zoeken. Dus zeker als je een jonge leidinggevende bent, zorg dat je een, let op, sponsor krijgt. We zeggen heel vaak zoek een mentor. En bij een mentor krijg ik altijd wat bubbeltjes, want een mentor is ook wel iemand bij wie je kan uithuilen wat er allemaal niet goed gaat. Veel vrouwen traditioneel zoeken een mentor. Een sponsor is iemand die jou een beetje als protégé ziet, die deuren voor je opent, die je meeneemt naar een mooi netwerkgesprek, die jou bij een hele spannende operatie zegt, wil jij even een stukje nu de lead nemen? Die je bij een ingewikkeld gesprek betrekt, die je meeneemt met een overleg met een raad van bestuur. Dat is een sponsor. Een sponsor die gaat jou begeleiden, deuren openen, de hand boven het hoofd houden, als ware het zijn of haar eigen kind. Een mentor is iemand bij wie je kan uithuilen. De meeste mensen van generatie Y en Z hebben ongelooflijk weinig behoefte aan mentoren. Ze huilen wel bij elkaar uit, het liefst online. Die hebben behoefte aan sponsors. De meeste mensen van generatie pragmatisten en babyboomers willen mentor zijn in plaats van sponsor. Wees alsjeblieft weer sponsor, zou ik tegen de ouderen in dit gezelschap willen zeggen. En wees alsjeblieft vraag om sponsorschap en wees niet zo stront eigenwijs, zou ik tegen de jongeren in dit gezelschap willen zeggen. En zeker ook als je leiding geeft, dan ben je dus tegelijkertijd, moet je eigenlijk zelf een goede sponsor hebben, die jou het leidinggevend vak leert. En je moet sponsor zijn voor de medewerkers in jouw team die net wat extra aandacht nodig hebben. Spiegelneuronen. Wees je bewust dat we echt werken aan de hand van voorbeeldgedrag. Veel meer dan wat je allemaal in je teamnota schrijft. En ik wil je daar een mooi filmpje over laten zien. Wat mij steeds opnieuw, ik heb het nu heel vaak gezien omdat ik het vaak gebruik. Maar wat mij elke keer opnieuw toch wel ontroert en raakt. En het is een filmpje wat je misschien nog wel kent. Een paar jaar geleden hadden we een andere crisis dan nu. Allemaal peanuts vergeleken waar we nu in zitten. Maar het was wel spannend, want er was een grote overstroming in Nederland. En er stonden 150 paarden vast op heel zielig op een heel klein eilandje in Marum, Friesland. En het water dat steeg en steeg. En de hele internationale wereld, cameraploegen, CNN, alles stortte erop. Omdat daar die hele zielige paardjes van Marum stonden te verhongeren. En wat er aan de hand was, was dat die paardjes eigenlijk best naar het vasteland konden lopen. Want het was helemaal niet zo diep. Het was wel kokend het water, dus het zag er eng uit. Maar het was eigenlijk niet zo diep. En die paardjes durfden niet. Wat gingen we doen? Eigenlijk hele traditionele management instrumenten inzetten die je misschien ooit wel zo op cursus hebt geleerd of hebt gezien van anderen. Eerst gingen mensen proberen om die paardjes te lokken met, je zou kunnen zeggen, een leuke beloningsstructuur, een periodiekje erbij, wat extra vakantiedagen, een zorgbonusje in coronatijd. Dus ze hielden brokjes, paardenbrokjes voor die paardjes en hooi. Om te proberen of ze die paarden zo dat water in konden lokken naar het vasteland. Nou, die paarden die waren veel te gestrest om te eten, die deden er helemaal niks mee. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat zie je ook vaak in praktijk. Je kunt best wat extra zo'n zorgbonus aanbieden. Als er dan weer gezeik over is hoe dat moet worden uitgekeerd, dan denk je, nou, hou ook maar zo. Hè? Dus dat is helemaal niet zo motiverend. Toen probeerden ze het op een andere manier. Zeiden ze, nou weet je wat wij gaan doen? Gewoon op de zweep erover, letterlijk zwepen, vuurwerk achter die paarden om ze te laten schrikken. Zodat ze het water in zouden rennen naar het vasteland. Nou, wat er dan gebeurt, zoals dat ook vaak met medewerkers gebeurt als je ze opeens heel hard aanpakt, is dat het eerste paard krijgt een hartinfarct, een rolberoerte, overlijdt, CNN erop. Dit is misdadig dat ze dit zo doen in Nederland. Hele pers eroverheen en snel weer gestopt. Dat is wat je vaak ziet. Hè? Als je dan een medewerker die niet functioneert hard aanpakt, dan gaat dat niet goed met personeelszaken, HR, juridische zaken. En dan stop je daar al snel weer mee. Straffen, belonen, het werkt eigenlijk niet. Het enige wat eigenlijk echt werkt is voorbeeldig gedrag.
je mentorschap, sponsorschap, spiegel, neuronen inzetten. Want wat gebeurde er toen? En misschien kan je het nog herinneren. Er kwamen de meisjes van Marum. Nadat alle paardenspecialisten van Nederland en het leger en de politie zich over hadden gebogen. En dat was niet gelukt. Kwamen er de meisjes van Marum van de plaatselijke manege. En die zeiden, hou eens op jongens. Wij weten hoe je paarden vangt. Wij houden namelijk heel veel van paarden. En paarden vang je met paarden. En zoals je paarden met paarden vangt, vang je mensen met mensen. En dat doe je heel simpelweg door er vooruit te lopen en te laten zien hoe het leidinggevende of het zorgvak in elkaar zit. Ik zou je willen uitnodigen om naar dit filmpje te kijken en voor ogen te houden dat paarden je met paarden vangt en mensen je toch echt vangt met mensen. Komt-ie. Gedrag, prachtig, hè, die zielige paarden van Marum die dan toch de uitweg vinden. Doordat iemand bereid is om voorop te lopen. Nou, ik zou je willen vragen om als je straks in gesprek gaat, hier georganiseerd nu in het Catharina ziekenhuis, maar natuurlijk kan je dat zelf ook organiseren op het moment dat je deze uitzending elders bekijkt of op een later moment. Ja, de vraag is natuurlijk, wil je mentor of sponsor zijn? Wil je voor de troepen uitlopen? Ben je bereid deuren te openen? En daarom te vragen als je dat nodig hebt. Dus ben je mentor? Ben je sponsor? Wat wil je zijn? Is het wederzijds? Kan je zowel steun vragen aan een ouder of meer ervaren iemand? En ben je ook bereid de voorbeeldrol, ja, het voortouw te nemen? En wat nou zo leuk is van die verschillende generaties, is dat je dat ook echt wel wederzijds en wederkerig kunt doen. Dus hoe mooi zou het zijn als een wat oudere verpleegkundige, arts, stafmedewerker met een jonger iemand optrekt, op pad gaat en je elkaar sponsor bent. Dat het fantastisch is om techniek te leren van die jonge generatie en gewoon echt te leren hoe je letterlijk online werkt en geweldige innovatieve tools kunt gebruiken, ook medisch gezien. En als die jongere generatie leert, hoe doe je dat dan als je je eerste overlijdensgesprek, palliatieve zorg hebt met iemand? Of als je
een medewerker hebt die verslaafd is, hoe doe je dat dan? En wat is je levenservaring daarin? En ik heb zelf nog geen kinderen, hoe werkt dat dan met kinderen en leiderschap en zo? Dus het zou fantastisch zijn als je wederkerig elkaars mentor en sponsor kunt zijn. Liever nog sponsor dan mentor. Nou, dat is het ideaal zo. Het ideaal is sponsorschap, voorbeeldrollen, voor de paardjes uitlopen. Paarden vang je met paarden, mensen vang je met mensen. En helaas is het leven niet altijd zo ideaal. Dus ik wil je eigenlijk een beetje meenemen in hoe je samenwerking tussen generaties ook echt ontzettend kunt verklooien. Wat moet je dan doen? Dus als je niet verschillend durft te zijn, dan verschuil je dus achter die muurtjes. En dan luister je vooral niet naar elkaar. Ik wil je laten kennismaken met iemand. En dat is deze. Komt-ie. Welke valt er op? Nou, waarschijnlijk heb je hem al gespot. Die ene, hè? Die ene op zijn kop. En ik heb dit vogeltje uit Harry genoemd. Vraag me niet waarom. Zou ook Harriet kunnen heten, of Alfredo, of Anne-Sophie, of Mohammed, of Fatima, of Laura. Maar hij heet Harry. En Harry staat eigenlijk voor alles wat anders is. Dat kan iemand zijn uit een andere generatie, een jong iemand in een groep met veel mensen van dezelfde generatie. Het kan ook iemand zijn met een andere culturele achtergrond, een Zuid-Afrikaanse verpleegkundige. Het kan iemand zijn met een andere opleiding, maar ook iemand met een ander ritme, die net een beetje anders werkt en denkt dan de rest. Harry hoeft niet eens een persoon te zijn. Harry kan ook een andere manier van werken zijn, of een ander geluid, of een nieuw idee in een ziekenhuis, een transformatie, werken met andere zorgparen, een fusievoorstel. Dus Harry kan van alles zijn. Wat doen we nou meestal met Harry? Nou, als je heel eerlijk bent, is de eerste reactie die we meestal hebben als Harry daar zo op zijn kop aan het draadje gaat hangen, is dat we zeggen, hey joh, doe even normaal, ga even rechtop zitten, stel je niet zo aan, wat zullen de buren er wel niet van zeggen. Doe een beetje relaxed, pas je een beetje aan de groep. Dat is meestal wat we zeggen. En in generatieconflicten zeggen we dan vooral ouderen tegen jongeren, moet hij nog leren, moet nog een beetje droog achter de oren worden, heeft even wat meer huiswerk nodig, moet niet zo piepen, jong, moet eerst even gewoon een relatie krijgen. Dat is meestal wat we zeggen. En andersom zeggen jongeren vaak over ouderen van, die heeft er geen zin meer in, innerlijk gepensioneerd, hoeft nog maar 15 jaar. Dat soort opmerkingen. Dus daar zijn we niet altijd zo lief in. We zeggen vaak tegen Harry, die moet zich aanpassen, die moet rechtop gaan zitten. Dat is eigenlijk best onhandig. Want op dit moment weten we nog niet of Harry gek is of briljant. We maken nu niet optimaal gebruik van de kracht van het verschil op het moment dat je Harry te snel vraagt zich aan te passen. Natuurlijk moet je altijd een beetje aanpassen, daar komen we straks op. Wat gebeurt er nou met je als je stelselmatig het gevoel hebt dat er niet naar jouw mening wordt geluisterd? Dat als je wil waarschuwen dat er iets misgaat in een team of op een locatie, of dat je zegt, nou, we werken hier niet hygiënisch of veilig genoeg. En jouw stem wordt niet gehoord. Wat ga je dan doen? Of als je een hele leuke nieuwe creatieve ideeën hebt, maar je kunt ze steeds maar niet aan iemand kwijt. Wat ga je dan doen? Harry is niet één persoon. Je hebt best wel mensen die een bijzondere eigenlijk aanleg hebben voor het Harryïsme, voor Harrydom. Die vaker de Harry zijn dan anderen. Maar iedereen van ons is wel eens de Harry. Je hebt allemaal wel periodes in je leven of plekken of werkplekken. Dan denk ik, oh ja, dan was ik echt een Harry. En de Harry zijn wil zeggen dat je een idee had of voor iets wilde waarschuwen of een andere mening hebt dan de rest. Of anders uitziet of anders doet. Of een andere persoonlijke eigenschap hebt. Waardoor anderen heel vaak tegen je zeggen, doe even normaal, ga even rechtop zitten. We zijn allemaal wel eens in ons leven de Harry geweest, werk of privé. Wat ga je doen als je de Harry bent en er wordt stelselmatig niet naar jou geluisterd? Je kunt je mening niet kwijt. Dan ga je saboteren. En alles wat je kan doen als je de Harry bent, heb ik hier maar eens op een sabotagelijn gezet. En het is handig als ik dit verhaal vertel dat je ondertussen even een fotootje maakt of een screenshot van dit sabotagelijntje, van dit schemaatje. Zodat je dat als je in gesprek gaat, straks georganiseerd of op een later moment met bijvoorbeeld je eigen team of collega's of iemand van een andere generatie waarmee je vaak samenwerkt, is het een leuk model om te bespreken. Mocht dat nou niet lukken, kan je het ook op internet opzoeken. Gewoon zoeken op sabotagelijn, vind je hem ook. Hoe werkt nou die sabotagelijn? Nou, als er niet naar jou geluisterd wordt, als je een andere mening hebt, ander idee, andere achtergrond, andere leeftijd, andere manier van werken dan de meerderheid van de groep, dan begin je eens met een grapje.
Dus stel je voor, je hebt een jonge collega en die komt steeds te laat om te overleggen. Of te laat begint hij aan zijn dienst en ziet er nog een beetje onuitgeslapen uit. Dan maak je eens een grapje, hè, zo met die oude boomers. Dan zeg je eens van goedemiddag, zo, als iemand binnenkomt. En als diegene dat dan niet oppakt, ja, dan worden je grapjes worden sarcastischer. Hè? Dus er zit zo'n oplopende schaal een beetje in die sabotagelijn. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je grappen maakt over je leidinggevende. Dat je zegt, goh, zou ze thuis ook zo de broek aan hebben en altijd zo dominant zijn. Dus dan wordt het van een leuk grapje, waarvan je hoopt dat iemand misschien een beetje een zetje krijgt. Wordt het een geintje met een seintje, maar wel met cynisme of sarcasme erin. Als dat niet helpt, dan escaleer je eigenlijk meer op de escalatielijn, op die sabotagelijn. Als er niet naar Harry wordt geluisterd. En dan ga je smoesjes bedenken. Dus stel je voor, er is een nieuw inkoopbeleid in het Catharina of in je eigen ziekenhuis, van een van de Santillon ziekenhuizen uitgevaardigd. En je bent het er niet mee eens. Je vindt het gedoe omslachtig. Bovendien vond je het heel leuk om bij een lokale ondernemer in te kopen, waardoor je veel betere lokale relaties had. Werd ook sneller geleverd. Of je hebt bijvoorbeeld een ander type hechtdraad wat gewoon minder lekker werkt. Dan ga je smoesjes verzinnen. Dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik ga niet centraal inkopen, want ik wist niet dat het ook voor mijn afdeling gold. Of ik kreeg het bestand niet geopend van het nieuwe inkoopformulier. Of ik was niet bij de vergadering waar het werd uitgelegd. Of ik heb nog 60 oude formulieren in mijn kast liggen. Ik ben heel milieubewust, die maak ik eerst op. Dus smoesjes bedenken om niet te hoeven doen wat er eigenlijk met z'n allen is afgesproken. Omdat je het niet zo'n goed idee vindt. Dat je eigenlijk niet aan mee wilt doen. Je kunt ook gaan roddelen. Dan verzamel je met mensen in niet-coronatijd bij het koffiezetapparaat of in de koffiekamer. En dan zeg je, goh Vera, ook zo'n waardeloos idee, die fusie. Ga je een beetje zo met elkaar kletsen. En nu gebeurt dat heel veel in WhatsApp-groepen. Hè. Die worden dan weer gewopt en dan worden ze weer openbaar. Heb je weer gedoe en gezeik, omdat er slechte grappen over iemand worden gemaakt. Dus, maar roddelen is eigenlijk testen of anderen iets ook een slecht idee vinden. En nou ja, als het je lukt om die roddel goed te verspreiden, dan heb je niet één Harry, maar heb je een heleboel Harry's. En voor je het weet heb je een Cubaanse guerrilla-oorlog. Laat je t-shirts drukken en zo. Dus roddelen is soms opmaat tot verzet, zou je kunnen zeggen. Als er niet naar jou wordt geluisterd, kan je ook slechte gestopte communicatie gaan doen. En dat is wel een beetje zo van mijn generatie en de boomer generatie ouder. Is dat wel een geliefde sabotagetechniek. Omdat je dan gewoon wel vast zit met je hypotheek. En je denkt, ja, ik ga nu echt niet meer verkassen. Maar dan ga je inderdaad een beetje zo zitten. Zo van, nou ja, goed. Ik heb gezegd dat ik niet wil samenwerken met die mensen van die andere locatie, maar ze luisteren toch niet meer. Dus ik ga het wel doen, maar niet van harte. En dan ga je een beetje zo mopperkonten, een beetje zo de Muppet Show uithangen, die mannetjes op dat balkon. En dan met je armen zo over elkaar, een beetje zitten mokken of lekker niet meer je mening geven als er naar je mening op een teamoverleg wordt gevraagd. Dus slechte gestopte communicaties, een beetje mokken en mopperen. En eigenlijk zorg je dat niet meer de feedback aankomt bij je leidinggevende of bij degene die het plan heeft bedacht. Of die jouw idee niet hoort. Dus nou ja, het makkelijkste voorbeeld is dat je tegen je kinderen zegt, schat, wil je even tegen papa zeggen dat hij zijn vuile sokken van de trap haalt. He, dan weet je zeker dat je relatie niet meer in flow is. Nou, dat doen we in zorg, omgeving, in ziekenhuizen doen we dat natuurlijk ook. Slechte gestopte communicatie, dat je iemand niet meer bereikt. Opzettelijk tegenwerken. Je kunt ook echt opzettelijk gaan tegenwerken. Ik was laat in een kinderopvangcentrum. Er was een medewerker die wilde eigenlijk niet dat kinderen met wapens speelden. Er lagen veel plastic ridderzwaardjes met ridderpakjes. En elke keer als die medewerker in dienst was, dan vroegen de kinderen, mag ik met de ridderpakjes? En die waren dan altijd kwijt. Die verstopten ze gewoon onder in een kast en dan waren ze weg. Dus je kunt opzettelijk tegenwerken. Je kunt het nieuwe inkoopbeleid op een ander mapje op intranet slepen. Weet je zeker dat je heel veel aandacht krijgt, zeg maar. Dus dat kan. Echt zo je zaagje uit je tas halen en dat je leidinggevende of een collega of een beleidsplan onmogelijk maken. Je kunt gaan vertragen. Dus je kunt nieuw beleid heel langzaam gaan uitvoeren. We gaan wel bijvoorbeeld zorgen dat we een nieuw zorgprotocol hebben. Maar dan gaan we eerst, wat je dan doet in een groot ziekenhuis, gaan we eerst een werkgroep opstellen en dan een taskforce en dan nog een extern adviesbureau ernaar laten kijken. En dan doen we nog eens een rondje in de medezeggenschapsraad en dan hoop je dat het overgaat.
Ja, dus zeker in grote, wat bureaucratische organisaties is vertragen een hele goede techniek om iets niet te laten gebeuren. Je kunt ook gaan staken. Je kunt zeggen, doe het niet. Doe de let dette. Bekijk het maar. Ik ga het gewoon niet doen. Als er zo slecht maatschappelijk wordt gezorgd voor zorgmedewerkers, ga ik staken. En dat kan je in je eentje doen, dat kan je collectief doen, dat kan je georganiseerd doen door de vakbond. Je kunt naar het Museumplein trekken of naar Den Haag. Dan ga je staken. Trek je t-shirts aan en zeg je, ik doe het niet meer. Ik wil eerst een betere beloning of betere arbeidsvoorwaarden. Nou, tot slot kan je oorlog voeren. Je gaat naar het Museumplein omdat je niet eens bent met coronamaatregelen. Of je valt ziekenhuizen en teststraten aan. Ongelooflijk dat het gebeurt. En interessant in de zin dat je zegt, jeetje, het gedrag is wat mij betreft, dat is ook maar een mening, volstrekt afkeurenswaardig. En interessant is, welke stem van de samenleving horen we niet? Misschien de stem van toch heel veel mensen die het niet meer trekken, die het niet meer bolwerken, die de uitleg niet snappen, die het niet consistent vinden het beleid, die boos, gefrustreerd, eenzaam, armoede zien toenemen. Dus waar oorlog wordt gevoerd is altijd een stem in de samenleving. Of in een groepje, of bij een groepje medewerkers wat niet wordt gehoord. En oorlog kan ook één medewerker zijn die verbaal heel grof tegen je uitvalt als leidinggever. Vertrek staat even hoog als oorlog op de sabotagelijn. En zeker in de zorg is dat natuurlijk een heel groot punt. Je kunt gewoon weggaan. Zeker als je een schaars beroep hebt, zoals veel zorgmedewerkers hebben. Als je gewenst, gewild bent, zeg je, nou ga ik toch naar een ander ziekenhuis. Dus als het je niet bevalt en jouw mening, ideeën, inspraak, werktijden, wordt stelselmatig niet op waarde geschat, nou, dan ga je gewoon lekker weg. Vliegt Harry weg, gaat hij in een andere boom zitten. En dat is ernstig. En wat ook erg is, als je zegt, nou ja, ik blijf wel, hè, ik ben al wat ouder, ik blijf hier wel als verpleegkundige of arts of ondersteunende dienstmedewerker schoonmaken, maar eigenlijk niet. Maar dat doe ik omdat ik anders mijn hypotheek niet kan betalen. Maar ik ben innerlijk afgehaakt. Dus ik geef niet meer het beste van mezelf aan de zorg. Ik heb ook nog mijn eigen bedrijfje, daar steek ik mijn energie in en hier kom ik gewoon een beetje mijn uurtjes maken. Dat is ook vertrek. Wat je ziet is dat deze sabotagelijn is een oplopende schaal. Het escaleert, het gaat van grapje via smoesjes, roddel, tegenwerken, staken naar oorlog vertrek. Maar je hebt ook zo je persoonlijke voorkeuren. Iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeuren. En het lijkt me heel leuk als je straks met elkaar gaat praten over, ja, hoe doe jij als je Harry bent? Dat is eigenlijk de vraag, hoe saboteer jij? En wat je heel vaak ziet, is dat in generatieconflicten tussen ouderen en jongeren, groepen, mensen, medewerkers. Je ziet heel veel sabotagegedrag. En eigenlijk is het zo dat overal waar wordt gesaboteerd, dat er iets of iemand niet wordt gehoord. En het helpt als je gewoon eens met elkaar op z'n kop gaat hangen en zegt, goh, hoe zie jij de wereld eigenlijk? Dus ik zou je ook willen uitnodigen om na deze webinar, op een ander moment dat het je schikt, om eens met die ene medewerker of collega, of boven je, onder je, iemand van wie je leiding krijgt of geeft, om daar eens een kop thee, koffie, online, offline, te gaan drinken, wandeling te gaan maken en zeggen, goh, wij verschillen op een aantal punten werkelijk fundamenteel van mening. En ik merk dat jij saboteert, of ik merk dat ik zelf loop te saboteren en loop te klooien, loop te roddelen. Zullen we eens samen ondersteboven gaan hangen met de vraag, hoe zie jij de wereld? Die zie je werkelijk anders dan ik. Overal waar wordt gesaboteerd is altijd iets of iemand die niet wordt gehoord. Ik kom langzaam maar zeker een beetje zo naar afronding van het verhaal. Mocht je vragen hebben, ga ze vast in de chat zetten, want daar ga ik zo op in. En ik hoop dat jullie straks ook nog in de kleine groepen heel veel met elkaar door gaan praten. En als het ongeorganiseerd is, kijk de film nog een keer na als hij verspreid wordt. En zoek vooral collega's, je team op om het hierover te hebben. Leukste als je dat doet met mensen van verschillende generaties natuurlijk. Waar het overal op neerkomt is dat als je zegt, ja, we moeten, het gaat over cultuur, het gaat over werkelijk andere totems, andere uitgangspunten. Welke ismes heb je? Welke neushoornhoorn draag jij bij je? Uit welke kano kom je? Wat heb je meegemaakt? Hoe ben je opgevoed? Wat was er in jouw boomergeneratie belangrijk? Of wat is er nu voor generatie Z, die hele jonkies? Wat is voor hun belangrijk? Wat zijn hun dromen, hun idealen? Wat is hun arbeidsethos? Hoe zien ze werk in hun hele leven en in de toekomst van de wereld? Hoe kijken ze tegen zorgmodellen en processen aan? Tegen salaris, tegen leiderschap? Echt met elkaar dat gesprek aangaan. Ik denk
daar durf ik iets om te verwerren, dat aandacht het nieuwe goud is. Dat die ziekenhuizen, organisaties, bedrijven, politiek, die het lukt om daadwerkelijk aandacht te geven aan medewerkers, aan patiënten, aan de samenleving, aan elkaar en klanten, dat die goud in handen hebben. En dat je daarmee de beste medewerkers uit die schaarse arbeidsmarkt haalt, de beste zorg biedt en het leukste collegiale werkklimaat kunt maken. En dat gaat zeker over tussen generaties. Waar het wat mij betreft om gaat is hierom. En dit is een prachtig plaatje van twee Maori die de hongi doen. Dat is een begroeting, zoals wij handen geven. Geven ze elkaar de hongi. Dat kunnen ze nu ook niet doen in coronatijd. Zoals wij geen handen geven, mogen zij de hongi natuurlijk niet doen. Omdat je heel dicht bij elkaar zit. Vinden ze heel erg, missen ze heel erg. Want het is een prachtig symbool. Ze kijken elkaar in de ogen eerst. En daarna leggen ze hun voorhoofd tegen elkaar aan. En hun neus en hun kin. En daar zit een hele symboliek achter. Er zit een heel verhaal achter. Want als ze hun voorhoofd tegen elkaar aanduwen, dan zeggen ze: laten wij onze herinneringen delen en samen nieuwe verhalen maken. En als ze hun neus tegen elkaar aanduwen, dan zeggen ze: als jij geen levensadem hebt, dan adem ik een tijdje met jou mee. Dus als je problemen hebt of je bent ziek, hoe mooi is dat nu in coronatijd, of je hebt financiële problemen of uitdagingen op je werk, dan adem ik een tijdje met je mee tot je het weer alleen kunt. En ze leggen hun kind tegen elkaar aan en zeggen daarmee: ik ben jouw medestrijder in voor- en tegenspoed. I see you, elkaar echt zien. Ik hoop dat dit webinar leidt tot daadwerkelijk sponsorship. En dat je elkaar vanuit verschillende generaties gaat opzoeken en zeggen: hey, wat zijn jouw herinneringen? En welke verhalen kunnen wij samen maken? Hoe kunnen wij met elkaar meeademen? Want jij bent goed in andere dingen dan ik. En hoe kunnen we elkaar ook elkaars medestrijder zijn in dat hele complexe zorglandschap? De enige vraag die je eigenlijk aan elkaar hoeft te stellen, de hele samenvatting van deze webinar, is dat je af en toe eens gaat zitten met die kop koffie en de simpele vraag stelt: hoe is het om jou te zijn? En met een filmpje wat daarover gaat, sluit ik graag af om daarna naar de vragen te gaan. You tell the world who you are in a million different ways. Some are subtle. Some are not. But it doesn't seem to matter. This world has already got you pegged. When you were born, they put you in a little box and slapped a label on it, so they could keep things organized and not have to think about what's inside. Over time, you learn to make yourself comfortable, packaging your identity in different combinations, until you feel like you belong and can wear your labels proudly. But there's a part of you that never found a home, rattling around in categories that never really did you justice. You look around at other people, trying to judge how loosely they fit in their own lives, sensing a knot of confusion hidden beneath a name tag. And you realize we're still only strangers who assume we already know what the other's gonna say, as if the only thing left to talk about is who belongs in what category and which labels are offensive. You have to wonder if these boxes are falling apart, if we should be writing our identities by hand and speak only for ourselves in our own words, so we could take our chances out in the open and meet each other as we are, asking, what is it like being you? And be brave enough to admit that we don't already know the answer. Maybe it'll mean that we've finally arrived, just unpacking the boxes and making ourselves at home. And maybe one day we'll look back and wonder how we managed to live together in the same house for so long and never stop to introduce ourselves. Yes, hoe is het om jou te zijn? Nou, dank je voor jullie aandacht, jouw aandacht, om zo lang naar mijn verhaal te luisteren. Ik hoop dat het straks leidt tot hele mooie gesprekken.